elke dag telt nu. Elke dag maken we hier het verschil of met een requisiet of met een belichtingseffect. Dit is een van de leukste fases van het project, omdat nu alle effecten samenkomen en het één geheel gaat worden. In deze serie nemen we je mee tijdens de ontwikkeling en creatie van de nieuwste spectaculaire achtbaan van de Efteling. In deze aflevering zijn we aanwezig bij het programmeren van de spectaculaire show-elementen van Baron 1898. Daarnaast volgen we het projectteam in hun race tegen de klok om de attractie op tijd klaar te krijgen voor de officiële opening. Dit is de making-of Baron 1898. De afgelopen maand is er veel gebeurd. Zo zijn inmiddels alle drie de treinen gearriveerd en worden de diverse systemen van de attractie volop getest. We zijn momenteel in de opstaphal van Baron 1898, waar we bezig zijn met de duurtesten. We moeten een bepaald aantal uren draaien met de trein voordat die vrijgegeven wordt. En dat is belangrijk zowel voor de treinen als voor de baan. Maar tot nu toe valt het absoluut niet tegen. We lopen nog op schema en onze eigen operators zijn al met de attractie aan de gang. Een belangrijk onderdeel van het testen is het testen van alle installaties. We hebben hier in totaal 71 kilometer kabel ingetrokken, meer dan 300 verlichtingsarmaturen. Wij maken onderscheid tussen thema-armaturen en showverlichting. Thema-armaturen zijn de armaturen die je ziet hangen, die mooi in het thema van de attractie passen. Dat zijn er ruim over 100 in dit geval. En we hebben ook nog een showverlichtinginstallatie met meer dan 150 ledspots die ingeregeld moeten worden om het show-effect mooi te maken. De audio-installatie die we hier hebben, zitten meer dan 90 speakers in en een heleboel bekabeling. Een digitaal mixsysteem, maar de fine-tuning gebeurt hier op locatie om het optimale eruit te halen voor de attractie. Want wat in de studio goed klinkt, klinkt in de attractie heel anders. Achter mij zie je draaiende wielen met een grote staalkabel. Het is best een heftig effect geweest om te ontwikkelen, want je hebt met heel veel veiligheidseisen te maken. Maar het brengt wel echt leven in de brouwerij hier, dus het is een heel mooi effect geworden. Daarnaast hebben we nog een uitgebreide mistinstallatie. Op diverse plekken binnen en buiten de attractie ook om stoom te kunnen verbeelden op een veilige manier. Want veiligheid is natuurlijk hartstikke belangrijk. De fase waar we nu in zitten qua showprogrammering is dat alle effecten los van elkaar werken. Alleen nu moet er nog show gemaakt worden. Alle effecten moeten bij elkaar gaan komen. Dus van losstaande dingetjes, losstaande projecties, losstaande effectje, losstaande beweging moet het één geheel gaan worden. En dat zijn we nu ruimte voor ruimte aan het programmeren. Maar dat is wel een van de leukste fases van het project. Alles bij elkaar zien komen.